Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat in Nederland de zon volop schijnt. Er zijn inmiddels een paar kleine stapelwolken ontstaan, met name op de wat hoger gelegen delen van Nederland. En dan hebben we het vooral over de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe. Uit de stapelwolken groeit nergens een bui. Blijft dus geheel droog vandaag. En de temperatuur loopt het een van 25 graden aan de westkust tot lokaal 33 graden in het zuidoosten. Ja, en vanavond blijft het ook een lange tijd, nog zomers tot zelfs tropisch warm. Dit zijn de temperaturen zo'n beetje aan het einde van de avond. 29 graden in Limburg, 23 graden in het noordwesten. Komende nacht brede opklaringen. In het noorden van het land kan een mistbank ontstaan. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar 17 graden in het zuiden tot 15 graden in het noorden. Morgen overdag veel zonneschijn. Er is nauwelijks of geen wolk aan de hemel te zien. En het wordt 29 graden in het uiterste noordwesten en 30 tot lokaal 35 graden weer in het binnenland. En dat alles bij een matige wind uit noordelijke richting. Die zal het aan de kust en op de Waddeneilanden wel ietsje koeler doen aanvoelen, dus een aangename verkoeling. Dan dragen daarna. In het weekeinde gaat de temperatuur geleidelijk aan weer wat omlaag. Op zaterdag wordt het 26 tot 32 graden, op zondag 24 tot 28 graden. De zon blijft flink schijnen. Op zaterdag iets meer bewolking, maar het blijft wel overal droog. Op maandag ook wel weer wat meer bewolking, maar de temperatuur komt dan alweer wat hoger uit. 25 tot 29 graden bij een matige noordoostenwind. Ja, en daarna wordt het nog weer wat warmer, want dinsdag en woensdag komt het op veel plaatsen boven de 30 graden weer uit. In het zuidoosten misschien wel zelfs lokaal weer 35 graden. Maar kijk dan vervolgens naar de donderdag en de dagen daarna, dan ligt de temperatuur ineens een stuk lager. Zo rond de 25 of 26 graden in de middag op een heleboel plaatsen en dat is dan weer een stukje minder warm. Het hangt ook samen met de wind, die draait naar het westen tot het zuidwesten en voert wat vochtigere lucht aan. En dan voelt u hem al aankomen, de kans op neerslag gaat wel toenemen. Nog steeds zijn het geen grote hoeveelheden die er worden verwacht, maar eigenlijk elke dag kan er vanaf volgende week donderdag wel een regen of misschien nog wel een onweersbui vallen. Het is in ieder geval zeer welkom voor de natuur, want we hebben inmiddels te kampen met een echt watertekort. Er valt te weinig regen en ook uit de rivieren komt te weinig water onze kant op om aan alle vraag te voldoen. Ik wens u in ieder geval nog een fijne middag. Ik ben Ben Langkamp van veerplaza.nl.